Wij zijn, as we speak, onderweg naar Amsterdam. Want vandaag zijn de persdagen. Ik ga langs bij YamYam, bij UPR en bij Schoon en Boer. Dat zijn drie PR-bureaus waar ik regelmatig kom voor mijn werk. En voor degenen die niet weten wat je doet op een persdag. Nou, het heeft niks te maken met persen, kan ik je vertellen. Het heeft alles te maken met pers. Wat namelijk eigenlijk een beetje inhoudt is dat ik daar kleding kom lenen. En dat daar labels, die hebben daar natuurlijk hun kleding vertegenwoordigd hangen. En die wordt dan weer verwisseld van seizoen. Dus zodoende. Oké, dus nu nog ongeveer 1,5 uur rijden. En dan zijn we in Amsterdam. En dan ben ik daar tot vanavond. En dan rijden we weer naar huis. Ga ik jullie ook heel eventjes mijn fantastische bolide laten zien. Niet lachen. Maar dit is het. Tada! Net zo klein en gorgeous as myself. Not. Maar het is niet voor niks pretty and not so pretty. Laten we zeggen pretty and not so pretty. Oké. Gasten, we gaan. Adios. Zo, daar zijn we dan. De eerste voor vandaag. En dit stukje Amsterdam ziet er nou niet heel erg glamorous uit. Maar er zit hier een kleine schatkist verstopt. En die heet YamYam. En daar kom ik heel vaak. Daar is onder andere Storm & Marie, Daniel Wellington, Les Benjamins. Wat ik ook echt een heel tof nieuw merk vind. En daar gaan we nu eens even een kijkje nemen. Wat de zomercollectie van 2018 ons gaat brengen dit jaar. En we lopen hier nu dus gewoon echt een heel verlaten steentje in. Het is spannend, hè? Ook niet heel handig, want je kan hier bijvoorbeeld ook totaal niet je auto parkeren. Kijk. Nou. Waar, oh waar, zit het PR-bureau? Deze is het niet, hè? Maar het zit hier echt. Het zit alleen gewoon heel goed verstopt. En zodra ik binnen ben, gaan we weer even verder kijken. Op naar nummer 2. Het begint al zelfs al een beetje donker te worden ook. Dus we moeten een beetje op gaan schieten nu. Ik ben nu onderweg naar Schoon & Boer. En Schoon & Boer representeert onder andere Monkey en Other Stories. Super cool. Het is voor mij de eerste keer dat ik daar naartoe mag. Ze hebben mij uitgenodigd. Omdat ik nu voor JFK wat dingetjes mag gaan doen. Dus dat is natuurlijk super tof. En ik ben heel erg benieuwd naar de zomercollectie. En eigenlijk naar iedereen bij Schoon & Boer. Dus jongens, kom maar aan. Ik ben onderweg. En dan gaan we hierna nog naar UPR. En dan zit dag 1 van de persdagen erop. Voor mij in ieder geval. Oké, ik zie jullie zo weer binnen.
Oké, ik loop dus net in de Albert Heijn. Zegt een meisje achter de kassa: mevrouw, wat heeft u een mooie broek aan? En ik denk, ja, dat heb ik. Dus ik kijk naar beneden. Heb ik gewoon mijn knoop nog overstaan. Oh, dit is echt zo ik. Oké, we zijn inmiddels thuis weer. Een lange dag gehad. 3 PR-bureaus bezocht. Superleuke collecties gezien trouwens. Dus ik heb alweer helemaal zin in de zomer. Nu heb ik dat altijd wel. Maar nu wel helemaal. Het is nu inmiddels alweer donker buiten, zoals je kan zien. En ik ga dus nu lekker op de bank zitten met mijn katjes en een glaasje wijn. En ik zie jullie morgen. Ciao! Oké. Het is vandaag 10 november. En dit is een beetje hoe mijn dag eruit ziet vandaag. 1 tip. Een gouden tip. Als je vriendje ooit zegt dat het een goed idee is om een PlayStation te kopen, dan zeg dan nee. Nou, ik ga je laten zien hoe mijn dag eruit ziet vandaag. Zo zit jij al niet de hele dag op de bank. En ik zit hier nog bij te dansen, maar dat is normaal gesproken ook niet meer erbij hoor. Oké. Ik heb vanavond een feestje. Dus ik ga maar eens heel even wat aan dit gezicht doen. Dus ik zie jullie wanneer ik weer pretty ben. Oké, even een serieuze vraag. Ik heb vanavond een feestje. Haren los of haren vast? Ik weet het niet. Oké, ik knal deze poll heel even op Instagram. En dan horen we wel wat het wordt. Goedemorgen, het is vandaag Singles Day, 11 november. Ik heb vandaag mijn eerste influence klus gehad. Woo! Voor Rosefield Watches. Oh, Dino wil wat zeggen. Zeg het maar. Ja, hij bemoeit zich overal mee. Ik ben nu op zoek naar een engagement group. Dus een groepje dat elkaar dan een beetje kan supporten en kan ondersteunen met betrekking tot influencing op social media. Dus een beetje zo'n groepje. Of zit je in zo'n groepje? Let me know. En ik wil heel graag erbij. Ik heb net zelf mijn haar geknipt. Dat doe ik eigenlijk altijd. Ik ben echt al jaren niet meer voor een knipbeurt naar de kapper geweest. En ik ben nu nog een soort van make-uploos. We gaan er dadelijk even iets aan doen. We gaan het gezicht weer even een beetje opknappen. En dan op naar feestje nummer 2 van dit weekend. En iets luxer feestje.
Gisteren was het super gezellig overigens, maar ja, over de muziek zullen we maar niet spreken. Al, ik was de DJ. Dus ik heb er nog een heel goed partytje van weten te maken met de iPad. maar goed, dat terzijde. Dan gaan jullie nog heel even snel de schattige dino laten zien. Goed, ja. Zeg maar hallo! Ja, het is echt een scheetje. Dus, we gaan ons opmaken. En dan zien jullie mij over een uurtje met een beter gezicht dan dit. Oké, dit wilde ik jullie toch ook even laten zien. Want het komt niet zo heel vaak voor dat ik uitgebreid kook. Maar dat heb ik vandaag wel gedaan. En we hebben... Nee, die heb ik dan niet zelf gemaakt. Die heeft de visboer gemaakt. Lekkere... Ja, wat is het? Een soort grote lumpia met krab en garnaaltjes. Maar deze heb ik wel zelf gemaakt. Lekkere quinoa salade. Kom je eten? Yes. Smakelijk eten. Nou, buik je hoor. Dat is goed. Dat is goed, nou. Maar het was wel echt fucking lekker. Ja. Nou moet ik heel eerlijk zijn dat ik mijn salade ook wel echt fucking lekker vond. Hoi. En die lumpia eigenlijk iets minder, dus dat is jammer. Maar... Lekker man. Lumpiaatje, visje. Lekker joh. Hop. Hi wel. Met fashion van Monkey. Ik had beloofd dat ik dit soort dingen ook met jullie zou delen. Ik onze adembenemende lingerie. Ik heb aan één ding... Echt een hekel namelijk. En dat is wanneer je uitgaat, dat je dan moet wachten zodat je kan gaan. Voel jij je ook onzeker over je intimiteit? Sorry, de katten breken ondertussen het huis op. Ik zal het meteen even traag laten zien. Het is nogal een unieke kans. Het laat betrouwbaar zien of je last hebt van een schimmel of bacterie. En she's gone. Het draakje is een beetje verlegen. Maar ik zit nu dus een beetje de herhaling van The Voice te kijken. En ik verveel me echt te pletter. Oké, so this is it. Wee. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien zo. Een beetje lastig om anders te laten zien. Ik ben in ieder geval lekker een beetje al in de kerstsfeer. En mijn haren zijn gelukkig ook weer oké. Daar was ik een beetje bang voor, want die krullen die zaten er best wel lang in. Dus een gouden tip, wanneer je krullen uitzakken, doe gewoon even een klem in, draai je haren op en voilà. Het zit weer perfect. Oké, dan gaan we nu op naar Amsterdam. Naar mijn feestje. En... Nou ja, misschien dat ik je daar ook nog wel wat laat zien. Misschien ook niet. We gaan het zien. I like this outfit. Jullie gaan hier nog een toffe foto van zien in ieder geval. Maar die staat dus op mijn Insta. Fijn weekend. Fijne zaterdagavond. Enjoy yourself. En niet te zat. We zien elkaar morgen. Adios.